salarissen van Indische Nederlandse militairen en ambtenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt in Nederlands-Indië zijn tot op de dag van vandaag niet uitbetaald. Peggy Stijn van Indisch Platform 2.0 strijdt al jaren om dit toch voor elkaar te krijgen. Dit is Na het Nieuws. Welkom bij Na het Nieuws van woensdag 27 november. De salarissen aan Indisch en Nederlandse militairen en ambtenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten in Nederlands-Indië zijn tot op de dag van vandaag niet uitbetaald. En de regering moet opschieten, want er zijn steeds minder levende oorlogsslachtoffers en militairen. Af en toe grijpen deze mensen een moment om aandacht te vragen voor de Indische kwestie. Mijn moeder heeft iedere dag in de Jappenkamp 3,5 uur in de zon geslapen. Toen wij in Nederland van de grote weer aankwamen op het schip, toen moesten wij alles, al onze persoonlijke bezittingen afstaan die we bij ons hadden. Mijn ouders moesten zelfs hun trouwringen afstaan. U bent het heel duidelijk met elkaar en ik luister ook naar. Maar luister dan ook eens een keertje naar onze vraag. Dat wordt iedere keer weggewimpeld. Ja. Dus echt, je ziet gewoon dat het deze mensen echt aan het hart gaat. Je voelt het ook, hè? Ja, ik ga eerst even een beetje uitleg geven, want veel mensen die kijken, die weten misschien niet helemaal dat de Tweede Wereldoorlog zich ook in Indonesië heeft afgespeeld. In Nederlands-Indië was het toen. In Nederlands-Indië. Ja. Indonesië was een kolonie van Nederland, toch? Ja. En met een leger, dus het KNIL. Mm-hmm. Verbeter me als ik het verkeerd heb. Ja, Nederlands-Indië was het in die periode. Was een kolonie van Nederland. Ja. Het leger was de KNIL. In 1942 viel Japan binnen. Die sloten Europeanen en sommige ook Indische mensen op in Jappenkampen. Augustus 1945 was de oorlog ten einde. Daarna werden dus die Indische Nederlanders vertrokken naar Nederland. Daaronder zaten militairen, maar ook oorlogsslachtoffers. En deze militairen hadden eigenlijk helemaal geen salaris gekregen. Die werden daar ook niet voor vergoed. Oorlogsslachtoffers hebben hun verzet verloren. En ze moesten de overtocht naar Nederland zelf betalen. Ja. Hoe was de situatie voor deze mensen toen ze aankwamen in Nederland? Absurd, slecht, niet erkend. Hun oorlog is niet erkend. Ze waren kinderen van Nederland, ze waren Nederlanders. Met een kleur ook. Dus het valt ook nog eens heel erg dus goed. Dus eigenlijk alles was slecht. Dus ze zijn slecht behandeld vanaf begin tot eind. In de oorlog zelf hebben ze geen salaris gehad. Het zijn KNIL-militairen en ambtenaren trouwens. Dat is nergens gebeurd. Dat is alleen in Nederland gebeurd. En waarom zijn ze niet gewoon gelijk toen de oorlog voorbij was uitbetaald door Nederland? Omdat er nog allerlei deals gesloten werden. En Nederland is en blijft een handelsmaatschappij. Dus claims, no way, José. Dat zo min mogelijk. Maar want er is wel emotionele erkenning. Daar is echt behoefte aan. Dat zie je in deze video. Vind jij dat die er geweest is? Nooit. Nooit. Er is niet naar de mensen geluisterd. Er zijn een aantal stichtingen en er is zogenaamde draagvlak. We kennen Nederland, als we het over draagvlak hebben, dan wordt er vaak gezegd door het kabinet dat daar draagvlak is. Dat is er niet. Maar waarom zeggen zij dat? Want dat zijn... Omdat het dan niks kost. Ja, dus dan heb je het over bijvoorbeeld het oprichten van monumenten, musea. Nee, musea en dat soort zaken zijn Nederlandse kwesties. Als je je geschiedenis goed kent, dan pak je die hele geschiedenis. Ja. Dan pak je dat uit je eigen staatskast. Dan haal je dat niet uit het rechtsherstel. Rechtsherstel is een andere pot. Ja, dus eigenlijk zeg jij dat geld wat naar de Nederlands-Indiërs zou moeten gaan, dat is gebruikt. Indische Nederlanders, sorry hoor. Dat is heel ingewikkeld en ik snap ook dat je... Dat maakt niet uit. Daar val ik niet over. Het gaat me meer om... Ja, ik heb het ook namelijk niet echt op school meegekregen. Niemand heeft het op school meegekregen. Het is even één bladzijde in de geschiedenis. Exact. En, dat is het. En dat is ook het pijnlijke, hè? Ja. Maar er is nu wel collectieve erkenning dus. Maar jij zegt dat is niet genoeg. Nee, collectieve erkenning is een... Ik heb aan de onderhandelingstafel gezeten. De collectieve erkenning is een erkenning die gebaseerd is op educatie en de oudste mensen, de zorgaspecten en dergelijke. En de herdenkingen. Alleen dat komt uit de pot van subsidies. En deze zaken hadden lang opgetuigd moeten worden in 74 jaar, mind you. Het gaat om 74 jaar.
En als je dat niet doet, dan kan je het als een cadeautje uitgeven aan... En dat is het symboolpolitiek, zoals ik dat noem. Ja. En wat had jij dan graag gezien dat ze nu hadden besloten? Een totale erkenning. Totale en wat erkenning is in jouw ogen totale erkenning? Van hun eigen geschiedenis. Dus van de geschiedenis van Nederland. Ja, maar hoe ziet dat eruit? Is dat Willem-Alexander die zegt... Jongens, ik zie wat we verkeerd hebben gedaan. Het is niet alleen het Koningshuis, maar het heeft absoluut ook met de kabinetten te maken. En met de industrie die daar toen zat. Maar die erkenning is er nooit geweest. Er is nooit volledig volmondig. En dat blijft het probleem in Nederland. Nederland is een land wat een christelijke maatschappij is en een economische sectie heeft, natuurlijk, al jaren. Mm-hmm. En wat je dan krijgt, is dat je wel schuld toegeeft, een beetje, maar je wil het vooral niet betalen. Ja, en dat en dan betalen kom je is... in een heel construct terecht aan allerlei situaties die totaal vooruitgeschoven worden. Dus als je het echt hebt over het rechtsherstel, diezelfde Molemans heeft dat helemaal uitgerekend, dan gaat het over 36,5 miljard. Ja, dat is een enorm bedrag natuurlijk. Ja. Ja, en dat, over hoeveel mensen zou dat moeten worden uitbetaald? Nou, er zijn nu nog, wat ik heb begrepen, volgens de cijfers... tussen de 40.000 en de 60.000 mensen in leven die de oorlog hebben meegemaakt. Hun ouders, want je hebt het net over de knilsalarissen... de mannen die nog leefden, dat waren er zo rond de 580... die hebben we uitgekeerd, maar minimaal, 25.000 euro. En hoeveel zou dat moeten zijn in jouw ogen? Dat had boven de 75.000 euro moeten zijn. Want dat is wat een Nederlandse militair in het kamp... Nou, als je het zeg maar naar de cijfers van nu berekent... dan hadden ze dat moeten krijgen. Ja, ja, dus dat is eigenlijk een schijntje van dus wat waar je, ze recht wat je, hebben. Ja, wat je eigenlijk doet is zogenaamd het nog even rechtzetten. Symbolisch rechtzetten. Ja, dat... Maar wij zijn die symboliek wel zat. Volgend jaar is het 75 jaar vrijheid. Dan wil iedereen eigenlijk van dit dilemma af, maar dan zetten wij hem vol in. Ja, en nou, morgen dus mogelijk de laatste keer dat hierover wordt gesproken in de Tweede Kamer. Hebben jullie veel politici die achter jullie staan? Ik heb gezien, en dat kan variëren, maar nu zijn er 4 politici die een motie zullen indienen. Wat wij hebben geleerd, 74 jaar lang... de kinderen zijn er echt helemaal ingedoken. Hè? Dus vanuit onze zakelijke kant hebben we het allemaal opgepakt. Mm-hmm. En wij zien dat er altijd symboolpolitiek is geweest. Onze verwachting is laag. Ja. Maar ik vind dat elk Tweede Kamerlid de plicht heeft... omdat ze voorgelicht zijn de afgelopen tijd door ons allemaal. Ze zijn goed voorgelicht dat zij op moeten staan... en eigenlijk net zo verontwaardigd moeten zijn als dat wij zijn. Ja, dus de smoes, we wisten niet hoe erg het was. Ja, wij dat zeggen wel eens, ik heb het niet gewoest, gaat het niet op hier. Nee. En stel je voor, het rechtsherstel verdwijnt van de politieke agenda... Wat gebeurt er dan? Is het dan afgelopen? Nou, morgen is dat VRO en dan zullen daar moties komen. En als die verdwijnt, dan zal de consternatie plaatsvinden. Wij voeren een beleid, wij voeren zelf een beleid van 2020, geen 75 jaar vrijheid. Als iedereen op vieren staat, staan wij niet op vieren. Nee. Dat kan ook niet. Als de mensen die nu overlijden, zijn er veel in een rap tempo... tot hun laatste snik nog zeggen, zorg voor mijn salaris. En zorg voor het rechtsherstel. Dat wordt eigenlijk overgedragen op de kinderen. En wij begrijpen dat ook. Wij begrijpen dat. Het is zo kort geleden. Het is wel 74 jaar geleden, maar dit flik je niet. Nee. Dat flik je gewoon niet. Dus wij hopen oprecht dat Nederland zo'n net land blijkt te kunnen zijn... dat elk Kamerlid morgen opstaat en zegt, dit kan zo niet langer. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het morgen gaat verlopen. We gaan het zien. Wij ook. Dank je wel, Peggy. Graag gedaan.